Voor Telstar zit het seizoen erop. Voorlopig is er veel onzeker bij de club uit Velsen Zuid. Wat wel bekend is, is dat keeper Cor Varkenvisser en reservekeeper Wesley Sonneveld volgend seizoen voor Telstar spelen. Varkenvisser ziet er het positieve wel van in. Ja, goed, we kunnen in ieder geval met twee keepers beginnen. En, ja, het is lastig. Ik bedoel, de trainer gaat weg. En als de trainer gebleven was, dan had het er allemaal heel anders uitgezien. Het is dus voorlopig even afwachten bij Telstar. De huidige trainer, Marcel Keizer, besluit de training van vandaag met een bijzondere activiteit. Bubbelvoetbal. Je krijgt wat is het, een opgeblazen bal over je heen. En daarmee ga je voetballen. En het is een beetje plezier. Je loopt allemaal tegen elkaar aan en je maakt de raarste smakkers maken. En het is een beetje vermaak eigenlijk. Had weinig met de bal te maken, om het zo maar te zeggen. Het valt nog best tegen, want het zit vrij dicht om je hoofd heen en dus het is moeilijk ademhalen. Plus, we hebben ervoor ook nog gewoon een training gehad. Dus dat maakte het wel een beetje pittig, maar plezier, dat was het leukste wel. Nou, het is heel leuk om te doen, dus voor mij viel het mee. Alleen het was erg benauwd in die ballen, maar voor de rest was het hartstikke leuk. Even lachen! Hey.